Sint-Catharinadal. 750 jaar. De eeuwen door. Baken van rust en bezinning. Welkom in het Leer- en Inspiratiehuis. Waar de poort verbindt. Waar buiten is met binnen. Welkom bij Vastwel. Van carnaval tot Pasen. Elke dag door de week. 40 dagen lang persoonlijke gesprekken over het thema. Dit jaar, actueler dan ooit, macht en mededogen. Kan er eigenlijk ook macht vanuit mededogen bestaan? Dree de Jong, nogmaals van harte welkom. Dree, stel je even voor aan de kijkers, voor degenen die jou mogelijk niet zouden kennen. Ja, die zijn er misschien wel. Ja, ik ben Dree de Jong, geboren en getogen Oosterhouter. Ik heb meer dan 40 jaar in horeca gewerkt en heb ook meer dan 40 jaar een eigen zaak gehad. Ik ben begonnen als pauske in 1980 en daarna een cateringbedrijf gehad en als laatste een restaurant op de markt in Oosterhout, Chefs. En daarnaast ben ik actief geweest in allerlei sociale clubjes en heb ik me daarin verdienstelijk gemaakt. En ik heb ook nog een privéleven daarnaast gehad en ja, zo was mijn dag goed gevuld en ben ik nog... Maar sinds januari nu ben ik... gestopt als ondernemer. Okay. Nog niet helemaal met werk. Ik ben nog wat op projectbasis bezig, maar stilzitten is natuurlijk ook niet alles. En wij gaan het hebben over macht en mededogen. Ik draai de zandloper om die ons de duur van ons gesprek bepaalt. En hij is al begonnen. Ja, hij is al begonnen. Ja, en dat gaat sneller. Je gaf aan van drie gebieden. Hè? Je werk, je privé en het sociaal leven in Oosterhout. En in alle drie spelen macht en mededogen een rol. Ja, een hele belangrijke rol, denk ik. Vertel. Als ik met het werk samen begin, dan heb je ja, als ondernemer, dus als baas van het personeel, heb je macht. Maar ook ten opzichte van je gasten heb je een bepaalde macht. Dat je eigenlijk verantwoordelijk en baas bent in je eigen bedrijf. Nou, en dat kun je gebruiken, maar vaak moet je het gebruiken om de boel goed geregeld te krijgen. En als dat ten opzichte van het personeel is, ja, dan zul je toch ook enigszins mededogen moeten hebben om die mensen zover te krijgen dat ze gaan doen wat jij graag wil hebben. En ja, dat is altijd wel een moeilijk pad geweest. En dat ligt mij niet zo, omdat ik zelf... eigenlijk wel Spartaans opgevoed ben en zo van, nou, die niet wil horen, die moet maar voelen. Maar ja, zover kun je niet gaan in je eigen bedrijf. Dus je moet toch met woorden en andere zaken de boel in de rit te houden. Heb je daar je tong wel eens moeten afbijten? Van, oei, anders zeg ik iets verkeerd of zo? Nee, want daarna had ik niet meer kunnen praten als ik dat gedaan ja, had. Ja, dus, maar bij wijze van spreken. Ja, nee, ik liep naar achter en ik schopte gewoon tegen de koelkast aan en dan was het weer klaar. Dan ging ik weer terug naar het project of naar degene waar ik mee bezig was. Ja. En dan kon ik weer wel normaal praten. Maar soms, soms dan ga je uit omdat je een passie hebt voor je bedrijf. En je bent gedreven en in je hoofd heb je alles zitten wat je wil en wat je graag wil realiseren. En dat wil je overbrengen op je personeel of op je medewerkers. Dat klinkt nog anders. Maar dat is moeilijk om dat uit te leggen en ook te motiveren. En
ik heb dan wel die passie, maar het is de bedoeling dat hun het uitvoeren. En ja, en dat de passie van jou zichtbaar wordt in hetgeen wat zij doen. Ja, natuurlijk, want dat is het product wat je verkocht hebt of wat je gaat verkopen. Maar het moet wel zo zijn zoals je het beloofd hebt. En ja, daar zit meer aan vast dan alleen het product, ook de organisatie vooraf. Er zijn mensen bij die moeten dingen voorbereiden of afwerken. En ja, dat gaat door tot in administratieve zaken zelfs. Ja. Ja. En dan zei je van, en dan heb je daarnaast nog privé en nog je sociale leven. Kun je daar voorbeelden van noemen waarvan je zegt van nou, daar speelt macht en mededogen een grote rol? Ja, bij mij wel. En ik weet niet waar dat aan ligt, maar de een of andere manier heb ik nogal bij wat clubjes gezeten. En ook vaak in een bestuurlijke functie. En ja, bestuurlijk heb je al wat macht, maar ik had dan ook nog de macht om voorzitter te worden. Mm-hmm. En ja, dan heb je die macht, maar dat is heel anders dan in de werksfeer. Het is vaak altijd meestal op vrijwillige basis, dus je werkt met vrijwilligers en dan is het mededogen nog groter omdat je weet dat deze mensen dit op vrijwillige basis doen. Dus daar kun je je macht wat minder gebruiken, dan moet je het veel socialer aanpakken. En als het gaat over van dat je zegt van ja, dan werd ik toch vaak voorzitter, dat overkwam je. Heeft dat dan te maken met gezag of macht die jij uitstraalt? Dat denk ik, maar dat laat ik aan anderen over om daarover te oordelen. Maar het was wel iets wat mijn passie had. Ik wilde graag de regie in handen hebben. En ja, dat kun je alleen als je op die positie zit. Dus die regie, dat vond ik leuk. Want ik had dan een idee van, nou, hoe gaan we het doen? En dan wil je dat uitbrengen. Maar dat kun je alleen maar, in mijn ogen, vanuit de voorzittersrol. Ja, en die voorzittersrol, dat... En als je dat een paar keer gedaan hebt, dan was het bij de volgende actie alweer van, oh ja, maar dan maken we hem voorzitter, want hij weet hoe het moet. Ja, ja, maar en heeft dat dan ook te maken met de werkzaamheden die jij deed? Zaten daar verbanden in? Ja, wel. Ik heb ook vaak het belang van die vrijwilligersorganisaties gezien. Van nou, het is goed dat het er is en het moet ook goed lopen. Je werkt of met verenigingsgeld of met gemeenschapsgeld. Nou, dat moet je goed aansturen en dan moet je een goed product leveren. Dus eigenlijk, zelfs als een opdrachtgever voor een horecazaak betaalt, die moet je ook goed leveren. Ja. En nou zei je ik heb toch een beetje een Spartaanse opvoeding gehad. Hè? Bij ons thuis was het, om het dan maar flauw te zeggen, niet lullen maar poetsen. Ja. Speelde dat ook door bij Dree de Jong als partner of als vader? Of, ja, ik ging vol voor mijn werk. Ten eerste was het natuurlijk, als je begin met weinig of in mijn geval zelfs met min weinig. Dus ja, dan moet je gaan werken en dan ben je gedreven. En dan wil je als liefst 7 dagen werken, 24/7 en gaan. Want je wil van die last die je gecreëerd hebt door te beginnen, daar wil je vanaf. En in 80 jaar, dat was een voorbeeld, ik was 23 jaar en ik kocht dat pand op de Leishoek. Maar dat was wel met 13% rente, hypotheekrente. Dat kun je nu niet meer voorstellen, maar toen wel. En ja, dat moest wel terugverdiend worden, althans, daar vroeg de bank iedere keer om. Ja. Nou, dus dan ga je daarvoor en ja, dan wil je dat, dan loop je hard. En dan wil je dat zowel je personeel meeloopt, maar ook eigenlijk je partner, die moet meelopen. En ja, als dat niet gebeurt, dan heeft dat wel zijn uitwerking op het privéleven. Ja, en heb je daar af en toe ook, denk je daar met gemengde gevoelens op terug? Of? Nee, ik ben nu aan mijn derde relatie toe bezig. Niet toe, ben er mee bezig. Ja, maar ik bedoel dan, maar daar denk je ook wel eens over na. Zo ja, van, zeker. Ik heb over alles wat ik gedaan heb, en dat is al best al wel veel, ik heb nergens spijt van. Ik heb ook, kijk erop terug. Maar altijd wel het idee van, nou, als ik het opnieuw zou moeten doen, dan denk ik dat ik dezelfde fouten en dezelfde goede dingen zou doen. Ja. Nou, dat is denk ik een hele mooie afronding. Hé, hij is leeg. Hij is inderdaad leeg. Dankjewel, Dree. Graag gedaan.